Volgens minister Marie Leevens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zijn de vernieuwingen in het onderwijssysteem niet de oorzaak van de slechte schoolprestaties dit jaar. Leevens zegt dat de examenexperts gefocust hebben op de maximale kwaliteit, terwijl studenten geen ruimte gehad hebben om te studeren en de leerstof te herhalen. De realiteit is dat de studenten niet zo goed waren voorbereid vanwege COVID. Er was een achterstand en die achterstand is haastig ingehaald. En haastig stof inhalen betekent dat je niet voldoende tijd hebt om het te herhalen en regelmatig te herhalen. Dat het bij je inzinkt. En we hebben veel gesloten dagen gehad waarop de scholen gesloten waren vanwege enorme regens. We zitten midden in een economische crisis. We hadden demonstraties in de stad terwijl we examen maakten. Dus er was geen rustig jaar voor de studenten. En toch hebben we het examen opgesteld alsof het een normaal jaar was. En ik denk dat dat het meest heeft gedrukt op de studenten. Minister Leevens zegt dat de gepubliceerde examencijfers geflatteerd zijn. Verder legt ze uit dat die gebaseerd zijn op het aantal studenten waarmee het schooljaar gestart is. Daarnaast zouden niet alle studenten hebben deelgenomen aan het eindexamen. Kijk, je kunt achteraf nooit examens veranderen en normen veranderen. Dat doe je als er een fout was in het examen. Maar er was geen fout in het examen. Ik weet niet of ik over een fout op dit moment kan praten. Er zijn heel veel leerlingen zijn gaan werken vanwege de economische crisis. En toch zijn ze examen komen doen. En die groep zit er ook tussen. Ze zijn 's morgens gaan werken. En op de dagen van het examen zijn ze toch examen komen doen. Die groep zit er ook tussen. Je hebt ook een grote groep die zich vlak voor het examen heeft teruggetrokken. Die groep is opgeteld bij afgewezen. Dus het cijfer van afgewezen kandidaten is ook nog een beetje geplateerd. Het is dus niet helemaal duidelijk hoe groot die groep is die zich vlak voor het examen heeft teruggetrokken. En hoe groot die groep is, die is gaan werken, die groep is wel groot. Sommige studenten die hebben 2 dagen, 3 dagen school gehad. En die andere dagen zijn ze 1 dag gaan werken, toen werd het 2 dagen. En voordat je dacht, zijn ze fulltime gaan werken. Maar ze zijn toch examen komen doen.